Nog geen paar minuten later gaat het feestje gewoon weer door. Alsof er niets gebeurd is en niemand buiten bewustzijn is geraakt. Antonio neemt zelfs weer bij. Met het risico de feeststemming te bederven besluit ik hem daar toch op aan te spreken. Had jij even een moeilijk moment net? Ik zat op de bank en ging net even te hard, weet je wel. Dan ga je bijna auto. Dat zie jij dan gebeuren? Nou, hij heeft heel erg, als hij een beetje te hard gaat, dat hij van die geluiden maakt. Van die Hangt dat net ook? En dat deed hij net op een gegeven moment ook. En ik dacht eerst op het begin van, hij doet het voor de grap. Maar hij ging dus echt even... Maar dan weet je dat, voel je dat zelf? Nee.